Ik ben Deborah Bustamente en ik ben als arts afgestudeerd vanuit Cuba. Oké, ik ben Ferhat Jorai en ik ben ook als arts afgestudeerd in Cuba. Ik ben Mayra Sayras en ik ben afgestudeerd in Amsterdam, Nederland. Ik ben Juliana Alcantara en mijn opleiding was in Georgië, Tbilisi. Ik ben Sarafine Golan en ik ben afgestudeerd van Georgië, Tbilisi. Ik ben Jamil Kousni en ik heb ook in Georgië gestudeerd. Ik ben Eladjo Groene, ik ben afgestudeerd van de Tbilisi State Medical University in Georgië, Tbilisi. Mijn naam is Raisa Pauyuretaruna en ik ben afgestudeerd uit Tbilisi, Georgië. De 8 Surinaamse studenten die in het buitenland hun basisartsenopleiding met succes hebben afgerond. De studenten volgen nu de verplichte huisartsenopleiding die verzorgd wordt door het Huisartseninstituut in Suriname, HISURI. Deze opleiding is maandag van start gegaan en duurt bijkans 2 jaar. Worden deze huisartsen in opleiding tijdens deze studie gelijk voor de wolven gegooid? Ze mochten gelijk met ervaren huisartsen meelopen om ervaring op te doen voor wat betreft het persoonlijk contact met patiënten, benadrukt de directeur. Ze zijn al de eerste dag, ze hebben me niet eens gegroet, zijn ze al naar de stage gegaan. Daar hebben ze gesnoept van de eerste dag stage van hoe gaat het nu in Suriname toe bij de huisarts. En overigens zijn niet zomaar huisartsen, die huisartsen die hen opleiden, die hebben 18 maanden hebben ze geleerd om te mogen opleiden. Die heten daarom huisartsopleiders. En die mogen hen begeleiden. En een willekeurig huisarts, daar doe ik niks tekort aan, die heeft dus niet dat geleerd om te mogen doseren, te mogen opleiden. Dus eigenlijk is het helemaal een praktisch staartje. Ze lopen nu een introductieweek, dan vertel ik ze dit, de filosofie van de hulpverlening en hoe je patiënt zelfstandig maakt en angst wegneemt enzovoort enzovoort. Een beetje theorie. Maar dan gaan ze dus al direct na deze 2 weken. Gaan ze dus full blow lopen? Volgens Deborah Bustamente was Cuba een hele ervaring voor haar. Een ander land, een andere taal en andere mensen. Farah Jorai geeft aan dat zij en Deborah uitgeloot waren voor de medische opleiding in Suriname. Daarom heeft zij voor Cuba gekozen. Nilaya Groene is afgestudeerd in Georgië, waar de voertaal Russisch is, maar de opleiding in het Engels. Het eerste jaar is sowieso Spaans. Omdat je dan, alles is daar in het Spaans. De studie is in het Spaans, de mensen praten geen Engels. Dus als je op straat gaat, weet je niet hoe je met ze moet communiceren. Alleen non-verbaal kan je dat doen, wat ook wel frustraties brengt. Dus je moet altijd met iemand gaan die Spaans praat. Dus het eerste jaar krijg je dan, de eerste 3 maanden, 4 maanden, krijg je alleen Spaans. En daarna krijg je dan de vakken die we op de middelbare school hebben gehad, zoals biologie, natuurkunde. Wiskunde krijg je dan weer in het Spaans, alleen om je een beetje voor te bereiden voor het eerste jaar van geneeskunde. En dat beginnen sinds die 6 jaren, de eerste 3 jaren waren we daar van. En na 3 jaren word je dan gestuurd naar de verschillende districten om daar je studie af te ronden. Ik heb voor Cuba gekozen omdat ik hoorde altijd Cuba is een slecht land. Maar je had altijd veel meer Cubaanse artsen over de hele wereld verspreid. Dus ik vond het altijd leuk om te weten van hey, wow, waarom? Dus dan moeten ze wel goed zijn. Dus vandaar dat ik toch koos ervoor om te gaan. Maar natuurlijk heb ik eerst informatie gevraagd. En ik vond het best wel goed. Hun opvang was goed, hun begeleiding was goed. En het is met succes afgerond. Dus, ja. Huisarts vind ik, huisartsen zijn best een, het is generaal. Dus ik bedoel, van alles weet je een beetje. En ik vond dat ideaal, omdat ik bijvoorbeeld hoe we nu uit Georgië komen en ons hier weer moeten aanpassen. Ik vind dat deze opleiding was goed voor mij persoonlijk, omdat ik me makkelijker kan integreren hier. En ik meer begeleiding heb om dan nou echt door te stromen in de Surinaamse medische wereld. Want natuurlijk verschilt het thema's van wat we daar hebben geleerd met hier. Ook als huisarts, ja, je weet een beetje van alles en je kan mensen makkelijker sturen, je kan betere beslissingen nemen van welke richting je nou op gaat als je een persoon moet sturen naar een gynaecoloog of naar een neuroloog of whatever. Ik vond dat prettig, gewoon om die basis te beheersen.
En ja, later zie ik wel wat ik verder doe. Als ik nou echt huisarts blijf of als ik me toch specialiseer in, op een ander gebied. Maar tenminste heb ik deze basiskennis dan al en dat vond ik belangrijk voor mezelf. Nilaya Groene en daarvoor Farah Jurai en Debra Bustamente, allen huisartsen in opleiding. Zij spraken vanmorgen tijdens de derde dag van de huisartsenopleiding. Deze wordt verzorgd door het Huisartseninstituut Suriname, HISURI. De opleiding is maandag begonnen en duurt bijkans 2 jaar.